De vierde uitzending van Markant Achterland over het 12e wereldmuziekconcours dat deze maand in Kerkrade wordt gehouden. Vorige week zag u een verslag van de mars- en showwedstrijden. Vandaag staat de Roda Hal centraal. Hier vinden de concertwedstrijden plaats. Harmonieën, drumbands en fanfares strijden om de hoogste internationale muzikale eer. Terwijl in de grote zaal de wedstrijd plaatsvindt, neemt het orkest wat daarna komt in de oefenzaal nog even de moeilijkste passages door. 2, 3 en... U ziet vanavond fragmenten van afgelopen zondagavond. Om te beginnen de Sun Life Band uit Bristol, Engeland. Uitkomend in de concertafdeling Brass Band onder leiding van Roy Newsom. Thank you.
De Thin Life Band is klaar. Het publiek is razend enthousiast over het optreden. En de band zelf? We thought it was very good indeed. Yes, it couldn't have gone much better. We were hoping for a performance of that sort. Everything went right? There was nothing really wrong. There was a couple of little, slight things that the judges might have noticed, but nothing to worry about at all. Do you think you have a chance for a prize? I hope so. Then again, it's up to those three chaps in the box, isn't it? I don't know, really. But hope so, yeah. How was your part? Not too bad. Oh, very good. Nothing wrong? No, nothing at all. It was very special, I think. Oh, yeah, it was a good piece. Yeah. Het 12e Wereldmuziekconcours is nu 3 weken bezig en gaat zijn laatste week in. Voor burgemeester Mans van Kerkrade zijn het slopende weken. Hoe staat het ervoor? Ik moet zeggen dat het qua openbaar orde en veiligheid erg makkelijk is. Gelukkig, daar ben ik heel tevreden over. Niet makkelijk is dat ik de hele dag, elke dag opnieuw, alle mokkengasten uit de hele wereld moet ontvangen. Wat ik overigens erg leuk vind. Alleen niemand begrijpt dat mijn gewone werk gewoon doorgaat. En dat is het probleem waar ik het mee. Hoe doet u dat dan? Ja, 1 keer in de 4 jaar kun je alles, denk ik. En het plezier wat je beleeft aan het gebeuren wat zich hier afspeelt, dat helpt je om dat vol te brengen. Slaapt u nou nog wel een beetje? Nauwelijks. Met de Amstketen om, zeg ik wel eens een keer. Ik slaap wel hoor. Alleen, het is een beetje van het goede te veel. Soms. Over het algemeen moet ik zeggen, ben ik er heel tevreden over. Als de avond valt, stromen ook de straten van Kerkrade vol. Overal mensen en muziek. Wel muziek met een ander karakter dan in de Roda Hall. In de straten van Kerkrade. In de Roda Hall is onder leiding van dirigent Geert Verschaven het Belgische Harmonieorkest Vooruit aan zijn uitvoering begonnen.
4 jaar lang leven de muzikanten naar het Wereldmuziekconcours toe. Nu is het zover en moeten ze zich waarmaken. Zenuwslopend. Are you nervous? Yes, I'm always nervous. And what do you do against it? Concentrate a lot. But the nervousness, it can make you play better. It's like when you're running with a dog chasing you, you can always run faster. No, I don't think I have any strange habits or anything like that. I think, I would say if you want something funny, I tend to take my shoes off for a half an hour. I think that cools me down for some reason, but that's about the only thing I do, which is quite strange and unique to myself. Bent u zenuwachtig? Nou, altijd een beetje, hè? Het zal wel. Wat doet u tegen de zenuwen? Goh, een beetje mediteren, als ik kan, als ik gelegenheid heb. Ben je zenuwachtig? Nu, al wel ja. Wat doe je voordat je het podium opgaat? Voor ik het podium opga? Ja, me concentreren en verdedigen wat ik te verdedigen heb, ja. Het einde van dit Belgische optreden. De Engelse Sunlife Band eindigde als hoogste in de concertafdeling Brass Band. Daarom nogmaals deze band. Nu onder leiding van Brian Hurtley. Solist is Steve Walkley. Thank you.
Woensdag de laatste uitzending van Markant Achterland over het 12e Wereldmuziekconcours. Dan met de finale van de Mars en Show-wedstrijden in het stadion van Kerkrade. Graag tot volgende week.